Gappies, gappinnen, welkom bij een nieuwe aflevering van Never in a Glory. Vandaag wat Weekend League gameplay, maar het belangrijkste, het allerbelangrijkste, is de Team of the Season Community SBC. We gaan een gegarandeerde Team of the Season packen vandaag, jongens. Ja, dat gaan we doen. Een blauw duimpje top zijn, vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. We gaan straks dus die SBC doen. Het is niet per se dat ik daar echt heel erg op stond te popelen vooraf. En dat komt omdat je over het algemeen, wat logisch is, want die kans is groter, ongeluk gaat krijgen uit je SBC. En al krijgen wij geluk, al pakken wij de beste speler, de duurste speler van dat team. Joe Gomez is het duurste. Daarna Philippe Andersen, maar die hebben we natuurlijk gisteren uit onze playerpicks gekregen, dus dat maakt niet meer uit. En al krijgen we Saha, die gaat ook niemand vervangen. Maar bij Joe Gomez geldt hetzelfde. Ik heb namelijk nu een aantal potten gespeeld met Maldini en met Miranda. En Miranda is eigenlijk nog beter dan Maldini, maar daar was ik al van overtuigd, omdat ik hem steeds inwisselde bij de icon swaps. Ik hoef niet meer te verdedigen, jongens. Ik hoef niet meer te verdedigen. Die twee mannen doen daadwerkelijk alles voor me. Het enige wat ik moet doen is af en toe een beetje lopen. En als ik ze zelf probeer te controleren, zoals nu, als ik zelf handmatig een tackle probeer te maken, dan gaat het fout. Het enige wat ik hoef te doen is met ze lopen. En dat zorgt ervoor dat ik me iets meer op de aanval kan focussen. Ik heb maar een aantal potten gespeeld. Ik wil niet te ver vooruit lopen op de curve, op de mensen die ook spelen. Want dit weekend is natuurlijk een weekend waarin er veel gezweet gaat worden. Waarin mensen heel erg hun best gaan doen. Maar waarin ook meer mensen gaan spelen vanwege de Team of the Season rewards. En ik wil niet te ver vooruit lopen omdat ik nu tegen mensen kom met een wat lagere vorm. Als jij 0 om 0 gaat, heb je dus een vorm van 0. Dus kom je tegen mensen die ook een vorm van 0 hebben. En in het begin is dat natuurlijk logisch, want iedereen gaat 0-0. Maar dat zorgt ervoor dat voor een speler zoals ik, een goud 1 speler, een goud 2 denk ik niet, misschien net niet, een goud 1 speler, een elite speler en allemaal hoger, je dus tegen mensen komt die al van een lager niveau zijn dan jij, gemiddeld gezien. Want je kan tegen iedereen komen. Natuurlijk kan het zijn dat je wel eens in je eerste pot, heb ik ook wel eens gehad, tegen een pro komt direct. Ja, dan ben je toch wel de lul. Maar heb jij over het algemeen een wat hogere rank in Weekend League? Zijn eerste potjes natuurlijk altijd heel erg makkelijk. Ga je nu te ver vooruit lopen, dan zorg je er eigenlijk voor dat je tegen mensen komt die datzelfde doen. Terwijl als jij wat langer wacht en jij 4 om 0 gaat, wat wij gaan naar 4 wedstrijden, kan ik alvast verklappen. Als je wat langer wacht en je gaat 4 om 0 en je komt daarna tegen iemand die 3 om 7 gaat. Wat, ja, niet heel, het is wel goed voor heel veel mensen, maar voor ons gezien, voor mij gezien, zou dat niet heel goed zijn als ik 7 om 3 zou gaan. Ik zei net 3 om 7, maar 7 om 3 bedoel ik. Dan is dat ook een vorm van plus 4. Dus kom ik nu, speel ik nu een vijfde wedstrijd, is de kans heel groot aanwezig dat ik tegen iemand kom die ook 5 om 0 gaat, omdat er nog niet zo heel veel wedstrijden zijn. Maar wacht ik tot later, is de kans dat ik tegen iemand kom die 7 om 3 gaat, dus meer wedstrijden heeft gespeeld, maar wat slechter gaat, is groter. Dus ja. Ondertussen zie je echt de allermooiste doelpunten op je scherm. Dit was een fantastisch doelpunt. First time lofted through ball van Gerrard op Socrates. Dat is dan een L1 driehoekje met dubbel driehoekje paas. Dus je weet dat een dubbele paas, een dubbel driehoekje of een dubbele X, een dubbele A, ligt eraan welke console je speelt, ervoor zorgt dat de bal omhoog gaat, lofted raakt. Maar op het moment dat je dan ook nog L1 indrukt met een dieptebal, dan geeft hij een heel raar soort effect. Het enige wat hij dan doet is hem opwippen. Hij geeft niet extra vaart eraan, hij wipt hem alleen op. En dat zorgt ervoor dat je de mooiste doelpunten kan scoren. En dit was persoonlijk misschien nog wel mijn favoriet. We gaven die bal diep op Orsic en het is een mot zit hier. Een hele grote mug. Echt een hele grote, een langpootmug. Die bal op Orsic was vooral mooi, vond ik, omdat de enige grote kans die je voor jezelf kon creëren op dat moment was een lopje, omdat de keeper dan glitcht en dat deden wij. En het speelde heel goed en heel responsief. En aan een aantal clips hiervan kan je wel zien hoe responsief het dribbelen was en dat mensen daar gewoon ontzettend veel moeite mee hadden. Scoren je een doelpuntje met Dalglish, dan geven we een dieptebal. Hij bewoog zijn keeper, wij stoppen met lopen, scoren wij ook. En dan Socrates, de dokter, nog steeds. Hij kan het ontzettend goed. De tegenstanders, zoals ik zei, zijn niet al te best, maar ook was de verbinding zo ontzettend goed, zoals je hier kan zien met het dribbelen. Wij scoren de 3-0 met tegenstander rage quit. En dat waren de enige potten die ik tot nu toe heb gespeeld. En ik heb ook niet meer gespeeld vanwege de reden dus dat ik net zei van ja, het kan wel, maar ik kan ook gewoon een paar uurtjes wachten. Dan kom je bij hetzelfde uit en is er helemaal geen stress. Dus dat doen we dan ook. Ik heb een aantal pakketjes opgespaard. Gisteren door Marquee Matchups te doen en wat andere dingetjes. En ja, die ga ik nog niet openen. Je hebt nu een community team of the season natuurlijk. Ik zit daar niet per se op te wachten op een van die spelers. Dus we gaan het bewaren voor Premier League. Premier League schijnt
fucking fantastic te worden. Jullie weten dat al, als deze video online komt, is het namelijk 7 uur en is het Premier League Team of the Season bekend gemaakt. Die zijn waarschijnlijk ontzettend hard en lastig, ontzettend lastig te pakken zijn. Ik had ook verwacht dat er gisteren een community SBC zou komen. En dat kwam er ook. Toen had ik een aantal spelers gekocht als investering. En eigenlijk zijn ze alleen maar minder waard geworden. Ik denk dat er heel veel mensen waren die gingen investeren. Ik had heel veel Alex Theus gekocht voor 6k. En die zijn nu 5,5k. Als ik me niet vergis. En het is eigenlijk best wel belangrijk voor mij dat ik ze nog weet te verkopen voordat het 7 uur is. Ik heb er al best wel wat verkocht. Maar ik heb er ook nog een stuk of 30. En die moet ik verkopen, want straks als het 7 uur is en Premier League Team of the Season zit in packs, dan gaan ze kelderen. Want er worden zoveel packs geopend, dan gaan ze echt kelderen. Dat had ik vorige week ook met Verland Mendy. Dus ik moet niet dezelfde fout maken. Ik moet ze maar gewoon nu goedkoper verkopen en verlies erop maken. Want als ik ze hou, dan gaan we nog meer verlies erop maken. En het zou zonde zijn. Dit is het team dat wij gaan inleveren voor het Community Team of the Season Guarantee Team. Ik zat erover te twijfelen om deze SBC überhaupt te doen. Maar ik doe het toch voor de content. Omdat het is een leuk video. Het gokje wagen. Je gaat waarschijnlijk iets slechts krijgen. Ik heb een aantal streams, een aantal video's gekregen van andere YouTubers die heel veel packs openen. En echt 7 van de 10 keer was het iemand waar je verlies op maakt. Dus die kans is best wel klein. En al maak je geen verlies, dan speel je kiet. Want op FUTBIN kost deze SBC, dit trapje, kost 85.000 munten vanaf het begin. Er zijn heel wat spelers die goedkoper zijn. Volgens mij is het goedkoopste 35k, 40k. Dus ja, dat zijn de waardes voor gewoon een 88 rated team of the season. Dat is gewoon die waarde. Gaat niet lager worden, gaat niet hoger worden waarschijnlijk. Dus dat is wat je er sowieso voor terugkrijgt. Dabo hadden wij ook uit een team of the season pakketje voor de EFL SBC. Dus die heeft een waarde van ongeveer 10k. Deze kaart heb ik berekend. En wil jij een video hierover zien, over hoe je goedkoop hoger rated kaarten kan grinden met de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, laat het dan even weten. Dan maak ik daar een video over waarin ik het helemaal uitleg. En dan kan jij dat bij de volgende SBC's en andere SBC's voortaan zelf ook toepassen. Er zijn wat video's over te vinden, maar heb je daar interesse in, laat het even weten in de reacties, dan doen we dat. Deze kaarten zijn 88 rated, maar hebben mij in totaal maar iets van 10k gekost. Dat is heel nauwkeurig berekend. Dus die kan ik dan nu inleveren hiervoor. En dan opnieuw gaan grinden. Want dat kan ik nu niet doen. Omdat ik ze al in mijn club heb. Weer voor 10k per stuk. Dus dat is 20k, 30k. En wat andere kaarten die een waarde hebben voor iets van... het zou het zijn ook 20k. Het zou me niet verbazen als het misschien minder is dan dat 20k voor die kaarten. Dus in totaal 10, 10, 10 en 20, 50k zijn wij kwijt aan deze SBC. 50k is wat wij zouden betalen om opnieuw te kunnen doen. Dat is hoe ik de waarde bereken. En dan het tweede punt, wat ik net ook al eventjes aanhield. Een van die twee. Het maakt niet uit welke speler wij gaan pakken. Hij gaat toch niet in mijn team komen. Dus ik hoop dan dat het een... Ik heb liever... Dat klinkt gek. Ik heb liever een 93 Piqué dan een... Joe Gomez ook 93? Joe Gomez is 91, toch? Ik heb liever een Piqué dan een Joe Gomez. Omdat Piqué gewoon een hogere rating heeft. Kan ik niet. Ja, nee, Joe Gomez heeft ook 93. Nou, in dat geval maakt het niet uit. Ik wil gewoon een 93 weten speler. Niet omdat ik hem ga gebruiken, maar omdat ik hem wil inleveren in een team. En we hebben net 50k ingeleverd voor dit team. Dus dan heb ik liever weer een hoger weten speler. Zodat we die waarde dan terug hebben voor de volgende SBC. Want daar doe ik het eigenlijk voor. Het is een walkout. Nou, gelukkig. Het is een Frans. Saint-Mukile. Oké. Vervelend. Dubbel vervelend. Het is dubbel vervelend omdat het een 89 rated kaart is. En een 89 rated kaart is eigenlijk niet zo heel erg denderend. En het is ook nog eens dubbel vervelend omdat het wel gewoon een goede kaart is. Dus iedereen die een slecht team zou hebben, zou hier blij mee zijn. Omdat deze kaart gewoon iets van 350k waard is. En we dus, als we de SBC zouden doen vanwege de waardevolle spelers, 370k is hier op dit moment. Als we de SBC zouden doen om daadwerkelijk goede spelers te krijgen, dan is dat helemaal geslaagd. Alleen gaat hij niet in mijn team, want ik heb Miranda al en Maldini en die vind ik zo ontzettend goed. Dus, ik weet niet of er nog first owner objectives gaan komen, anders hebben we een leuke Bundesliga centerback. Maar moet je eens kijken hoe onze club eruit ziet als je gaat kijken naar centerbacks. Ik weet niet wat ik heb met centerbacks dit jaar. Maar
Het is niet te doen. Piquet hebben we een tradable. Godin hebben we een tradable. Medini hebben we een locked. Serge Ramos hebben we een tradable. Miranda hebben we een tradable. Nesta hebben we een tradable. Mukiele hebben we een tradable. Pepe hebben we gepackt. Dus die is tradable. Lopez hebben we van die league SPC. We hadden Romagnoli op een gegeven moment gepackt. We hebben Martrane gepackt. Waarmee die we heel veel wedstrijden hebben gespeeld. Op een of andere manier. Nandes was een centerback. Op een of andere manier pak ik zoveel centerbacks. En heel veel goede ook. Want zouden wij Miranda niet hebben, dan zou ik met Sergio Ramos spelen. Zouden wij Sergio Ramos niet hebben, dan zou ik met Godin spelen. Zouden we Godin niet hebben, zou ik met Piqué spelen. Zouden we Piqué niet hebben, zou ik of met Nesta of met Mikile spelen. En ze zijn bijna allemaal even goed. Sergio Ramos is niet heel veel slechter dan Miranda. Miranda is een stukje beter. En ik denk dat Godin ook niet heel veel slechter zou zijn dan Miranda en Sergio Ramos. En Piqué ook niet. Dus allemaal twijfel. Schade. Goed. Ik heb een aantal andere kaarten untradable voor de volgende SBC. We hebben nog steeds die tradable team of the season kaarten die we moeten verkopen. En wat nu het geval is, is dat ik twijfel over mijn team. Uiteraard is het de bedoeling dat wij het team nog veel gaan upgraden met team of the season kaarten. Ik denk dat als wij de tradable spelers die wij nu niet in het team gebruiken verkopen, dat we rond de 2,3 miljoen zitten. Rond de 2,2 miljoen. Sambrotta heb ik al een keer verteld. Ben ik wel. Ja. Ik zie op dit moment niet heel veel betere backs. Dus we hebben de beste aanvallende. Boom, boom, boom. Rechtse back uit de Gimma. En Carlos Alberto zou kunnen. Maar dat maakt niet uit of we nou Sambrotta of Carlos Alberto hebben. Dat boeit niet zo heel veel. Dus tenzij we een team of the season rechtsachter pakken of er een SPC komt van de rechtsachter die ik wil doen, blijft Sambrotta in het team. Hetzelfde geldt met Van der Sar. Het is een topkeeper. Ik zat te overwegen om Alisson te halen. Team of the year Alisson. Ik denk dat die misschien nog wel een stukje beter is dan Van der Sar. Maar dat is dan weer echt een luxe dingetje, hè? Als je nu, het is met 1-0, als je nu Alisson kan halen ten opzichte van Van der Sar, ja dan. Oké, dan. Een minimaal verschil, maar ja. Het is wel weer een leuke team of die hier in het team. Misschien moet ik het gewoon doen. We hebben de munten toch niet nodig. We gebruiken ze nu toch niet. Ik denk dat een team of the year keeper best wel steady is in prijs. Ik denk niet dat hij heel veel gaat dalen. Ik denk niet dat hij heel veel gaat stijgen. Het is de best mogelijke keeper die je kan halen voor nog wel een periode. Het kan zijn dat hij een Team of the Season kaartje krijgt. Maar ik verwacht niet dat Team of the Season Alisson beter gaat zijn. Hoger, duurder gaat zijn dan deze Alisson. Als we hem niet meer nodig hebben, verkopen we hem. En het is wel weer een kaart die je dus kan toevoegen. Ik koop hem gewoon. Ik heb mezelf omgeloot. Ik koop hem gewoon. Boeien, we gebruiken die munten toch niet. Dan kopen we gewoon een Team of the Year'tje erbij. Ik kan me niet voorstellen dat deze Team of the Year heel veel gaat dalen. Omdat er betere keepers komen of wat dan ook. Gisteren kwam De Gea uit. Toen is hij wel gedaald van 500k naar 420k. Dus hij is wel degelijk. Heeft hij last gehad daarvan? En sterker nog, we hebben hem voor 420k gekocht. En hij was sinds een week na de release niet 420k. Hij is altijd duurder geweest. Dus hey. Met een beetje mazzel stijgt hij nog. En als hij heel veel daalt, dan zal het niet heel veel zijn. En ik wil best 100k verlies op hem maken. Dus Van der Sar, je hebt ons trouw gediend. Heel trouw gediend. Je bent een fantastische keeper. Je gaat ongetwijfeld binnenkort wel weer een keertje spelen. Maar voor nu halen we een Team of the Year erbij. Team of the Year Alisson. En sorry als ik net in dat hele verhaal deed dat Team of the Season en Team of the Year door elkaar heb gehaald. Maar dat gebeurt wel eens. Frenkie de Jong. Een ander gevalletje waarvan ik denk, moet ik hem wel houden? Moet ik hem niet houden? Ik verwacht ook niet dat hij een Team of the Season gaat krijgen. Maar ik heb wel meegekregen dat er bij het Premier League Team of the Season kaarten zijn die een hogere kaart hebben dan een Team of the Year. Ik weet niet of Mane dat dan is. Ik weet niet of De Bruyne dat dan is. Ik weet niet of Kante dat dan is. Van Dijk dat dan is, die heeft 99 kaart. Alisson is. Zijn er nog andere Premier League? Volgens mij geen andere Premier League kaarten. Ik denk dat dat Mane wel zou kunnen zijn, want die heeft een aantal kaartjes gekregen. Sadio Mane heeft een 97 Team of the Year. En die heeft 3 informs gehad. En een Europa League kaart. En een Player of the Month. Dus misschien dat hij ook een 97 Team of the Season krijgt. Of een 98 Team of the Season krijgt. Dat zou heel goed kunnen. Maar voorlopig, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ik weet het niet. En dan het volgende op de agenda is niet Hazard. Want ja, die is eigenlijk gewoon te goed om te vervangen. Als in,
Hij heeft een waarde van 1,5 miljoen als je een SBC doet. En dat is eigenlijk best weinig. Ik weet dat dat goedkoop is, maar als je erover nadenkt is het best weinig. Want wil je deze kaart upgraden, a.k.a. wil je een betere kaart in je team zetten dan Hazard, moet je wel meer uitgeven dan 1,5 miljoen. Een betere kaart dan Hazard zou zijn voor mij Garrincha Moments. Die zou ik op zich wel willen in mijn team. Maar als je gaat kijken naar Garrincha Moments, want ik denk dat de 94 Garrincha niet per se beter is dan Hazard, dan is die 2,8 miljoen. Ja, 2,7 miljoen. Wil ik dat upgraden, dan moet ik Hazard dus op de bank zetten. En ik zou liever dat geld aan iets anders uitbesteden. En dat is dan Gerrard. Ik denk dat Gerrard de volgende is die wij gaan vervangen. Van de Sar, trouwe dienst. Gerrard, ook trouwe dienst. Het zou zonde zijn als ik niet 1000 wedstrijden met hem hit. Maar aan de andere kant, boeien. En dan hebben we een kaartje nodig dat op Centimit kan en op CVM kan. Of op CVM kan en op Centimit kan. Dat is precies hetzelfde, maar ik bedoel meer van als die kaart op CVM gaat, gaat Frenkie de Jong op Centimit. Wat prima is, dat is top. Hij wordt misschien nu zelfs een beetje misbruikt op CVM in de 4-2-2. Of een kaartje die op Centimit kan en dan blijft Frenkie de Jong gaan op CVM. En dan moet hij op CVM. Dat kunnen we zien. Een kaart waarvoor ik, waar ik aan dacht was bijvoorbeeld Vieira. Gewoon Prime Vieira. Dat is een fantastische kaart. Dat blijft natuurlijk altijd een fantastische kaart. En dan gaan we wel weer naar een icon kijken. Maar goed, het is natuurlijk eventjes niet anders. Want het linken is al lastig genoeg. Maar Vieira kost volgens mij 2,1 miljoen. Dus dat gaan wij nu niet halen. Dat gaan wij zeer zeker nu niet halen. Dat is 2,3 miljoen. Volgens mij was die 2,1 miljoen. We staan er nu weinig op de markt. Dus misschien popt er nog een keertje eentje op. Maar als wij hem halen, dan kan hij op CVM. En dan kan Frenkie die 100% Centimeter. En dan is dat weer een upgrade. Want laten we heel eerlijk zijn. Ondanks dat ze niet dezelfde posities gaan spelen. Dan is Vieira misschien een betere CVM dan Frenkie. En is Frenkie een betere CM dan Gerrard. En Gerrard is degene die eruit gaat. Dus als je het zo bekijkt, is dat dan een upgrade in je team. Als het allemaal nog te volgen is voor jullie. Maar daarvoor hebben we meer muntjes nodig. Dus ja, ik heb nog wel dingen die ik kan verkopen. Maar daarbij komen we niet aan de 2,3 miljoen waar er nu voor het goedkoopste op staat. Dus dan zouden we nog een weekend zo moeten spelen. En dat vind ik helemaal niet erg. Dus hey, we hebben een Team of the Year gekocht vandaag. Had ik niet verwacht dat we een Team of the Year zouden kopen. 420k vind ik best wel een goede deal. Ik ga hem proberen. Bevalt hij niet, dan zitten we er van de Sarden weer in. Maar ik weet dat ik zelf altijd de meeste moeite heb met Team of the Year alles om tegen me te krijgen. En dan hebben we 3 Team of the Years erin. Fantastisch. Philippe Andersen heeft een gameface gekregen. Speelt ook wel goed, zoals je net zag in de gameplay. Vanaf centermid, 2 doelpunten, 2 assists. En dan forceer ik de bal niet eens naar hem. Maar hij stond elke keer op de goede positie. Dus blij dat hij Orsic in goede mate overneemt. Daar ben ik heel erg blij mee. Ben ik zot op. En ik ben ontzettend tevreden met het team. Het is bizar dat op dit moment de laagste rated kaart Gerrard is. Die zeg ik dan, die wil ik vervangen. En dat is dan misschien ook maar terecht, omdat het gewoon de laagste rated kaart is. Ongekend. Wat een grote glorie. Jij bedankt voor het kijken. Blauw duimpje stop zijn. Ik check jullie allemaal later. Joe.